De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling heeft als einddoel het uitbannen van ongelijkheid in de maatschappij. Dit zegt Michelle Schulz, coördinator van het bevolkingsbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit zei ze in het kader van Wereldbevolkingsdag vandaag. Van Schulz hebben we nog niet genoeg resources in Suriname om een ieder te faciliteren. De coördinator legt verder uit dat overal waar er mensen zijn, er uitdagingen zullen zijn. Als overheid hebben we in ieder geval de nodige internationale verdragen geratificeerd en doen we ons best om die ook gewoon te implementeren. De financiële uitdagingen die zorgen er altijd voor dat je niet tot volledige implementatie kan komen. Maar desondanks denk ik dat we goed op weg zijn om te komen op die plek waar we iedereen willen gaan faciliteren. Een ander initiatief voor duurzaam bevolkingsbeleid, de Montevideo Consensus, heeft ook de aandacht van het ministerie. Dit initiatief heeft als doel de volledige integratie van bevolkingsdynamiek in op rechten gebaseerde duurzame ontwikkeling met gelijkheid. Volgens Schulz heeft Suriname zichtbare vorderingen geboekt bij de implementatie van de actiepunten van de Montevideo Consensus. Ze legt verder uit dat de Montevideo Consensus ook besproken is tijdens de regionale conferentie over bevolkingsgroei in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De ontwikkeling die Suriname recentelijk heeft gemaakt is dat we dus een van de core doelen van het Montevideo Consensus hebben gehad. En dat is dus het ontwikkelen van een bevolkingsbeleid. Dat is de eerste stap. We moeten thans overgaan tot de implementatie van dit bevolkingsbeleid. Dus we zijn goed op weg om invulling te geven aan het Montevideo Consensus en daarmee tegelijkertijd dus ook aan de Sustainable Development Goals.